FC Dordrecht en Feyenoord werken sinds deze zomer samen en daarin is Mark Ruijl een belangrijke speel. Het idee van de alliantie kwam uit de koker van Ruijl en Feyenoord-directeur Dennis de Kloeze, waarna de plannen snel concreet werden. Ik ben een groot overtuiger van het feit dat als je iets opzet, je kan van alles op papier zetten, maar uiteindelijk moet je er ook aandacht en tijd aan geven. En dan is een praktisch verhaal dat het fijn is als het enigszins in de buurt is. Dat geldt natuurlijk voor Dordrecht in ieder geval voor mijn persoonlijke situatie, maar ook voor de combinatie met Feyenoord en eventuele spelers die daarbij komen kijken. Dus dat was eigenlijk vrij snel iets wat is opgezet. Ik ken Hans de Seel ook al wat langer. Dus daar hadden we eigenlijk heel snel constructieve gesprekken mee. En dat is denk ik, ik denk dat je dan praat over een tijdspanne van misschien een jaar geleden, dat echt wat intensiever werd. Ruijl had in de zomer een belangrijke hand in de selectiesamenstelling van FC Dordrecht. Zo haalde de club met Adrian Sekicic zelfs uit Australië een speler naar de Kromme Dijk. Vooral te danken aan het zogeheten scoutingapparaat van Feyenoord. Je kan een speler vinden en zeggen dat vind ik een interessante jongen. Daarvan kan je, ik wijs naar de tribune, maar dan kan je met je kladbokje dingen opschrijven. Maar dat wil nog niet zeggen dat het mogelijk is, dat het haalbaar is en dat zo'n jongen wil. Dan ga je in je netwerk kijken waar vinden wij spelers waarvan wij denken dat ze binnen de Nederlandse speelstijl heel goed kunnen passen. En wat wij hier op het veld willen laten zien. En misschien bij hun huidige club op dat moment wat minder. Of is daar een situatie waarvan ik ook nooit exact weet wat daar speelt. Maakt mij ook niet zoveel uit. Maar dat is het stukje scouting/netwerk wat je moet hebben. En in dit geval is dat een verdienste van Bernard Schuiterman. Die de TD van Sydney goed kent. Maar of er nu een Australiër, Est of Amerikaan wordt gehaald? Volgens Ruijl heeft het Nederlands voetbal een aantrekkelijke eigenschap voor jonge spelers. Spelers die bijvoorbeeld jong zijn en aanvallend veel kunnen brengen, maar tactisch technisch nog veel moeten leren, dat jongens zijn die zich hier goed kunnen ontwikkelen. Omdat wij niet direct bij een eerste fout de hakbel zullen hanteren, maar met zo'n jongen verder gaan in zijn ontwikkeling. Maar hij ook de vrijheid krijgt om wel dat te doen wat wij in hem zien. En dat is vaak toch een stukje intuïtie bij die spelers waarvan ik denk dat ze dat in Nederland goed kwijt kunnen. En ik denk dat dat een hele mooie leerschool ook voor hun is. Waar sommige supporters bang waren dat FC Dordrecht haar identiteit kwijt zou raken, wil ook Ruijl die twijfel wegnemen. Ik denk uiteindelijk dat het van groot belang is dat de club Dordrecht zijn DNA behoudt. Dat is ook absoluut hoe fijn het dat ziet. Het gaat voor mij voornamelijk om dat je daar waar je elkaar kan versterken, dat je dat doet. Dat is op meerdere vlakken. Dus dat is in dit geval het technisch verhaal. Daar heb ik zelf een grote rol in. Maar het betekent ook dat wij kijken naar maatschappelijk-sociale zaken, jeugdopleiding. Dat is één. Daarnaast loopt iemand als Leon Flemings hier natuurlijk rond, die vanuit innovatie heel veel betekent voor Dordrecht. Wij hebben daar ook het een en ander voor lopen binnen de club. Dus ook daarin probeer je toch wel elkaar te versterken. En op die manier hoop je gewoon als club, voor beide clubs, dat er stappen gemaakt gaan worden. Dat is uiteindelijk waar je in mijn optiek naartoe wil. En dan zal echt wel eens een keer iets niet goed gaan of ergens iets zijn waarbij de belangen van mij anders zijn dan van Dordrecht. Dan moet je het dan met elkaar over hebben. Maar in het algemeen gaat het nu heel erg vanuit die gedachte, hoe kunnen we elkaar versterken. En ik denk dat dat heel belangrijk is.